Een mooi voorbeeld van de subtiele manier waarop Ensor met zijn materiaal omgaat, als schilder, als ambachtsman bijna, is de intrigue. Dat lijkt op het eerste zicht een zeer eenvoudig werk, en dat is het ook. Ensor heeft op de academie geleerd om stap voor stap, laag voor laag, een voorstelling op te bouwen. Van de impressionisten leert hij, dat moet je helemaal niet doen. Gewoon rechtstreeks op het witte doek werken, zonder onderschildering. Zo is de intrigue gemaakt. Het spectaculaire effect van de kleuren en van het licht is daaraan te danken. En toch gaat hij heel subtiel werken. Niet alleen in combinaties met kleur en licht, maar wat we hebben ontdekt is dat hij heel vaak een soort van hele dunne grijze waas over zijn eindlaag zet, die de heftige licht- en kleureffecten eigenlijk dempen.